zijn we al begonnen. Hans? Hansie. Showtime. Live op ESPN. Mijn informatie zegt dat, dat Liverpool absoluut gaat komen bij jullie voor Gakpo. Dus telefoon niet meer opnemen uit Liverpool. Komen ze in januari of in de zomer? In januari. Oké, nou dan weten we dat vast. Ja. Maar die info's ben jij nog niet bekend? Nee, ze hebben nog niet gebeld. Nee. Ik liep, met de kerst liep ik iemand tegen van de RVC hier. En die praatte zijn mond na twee biertjes voorbij. En die zei van, we hebben geld nodig, Heerenveen. Het lijkt erop dat hij voor 13 miljoen, 12, 13 miljoen... Amin Sar naar Olympique Lyon gaat. En dat is veel geld voor iemand die niet heel veel goals maakt. Boulak Yilmaz is weg. Oh, die is weg. Yilmaz kan ik met 100% zekerheid zeggen dat hij volgend jaar niet meer bij Fortuna Sittard is. In welke vorm dan ook, Hans? In welke vorm dan ook. Oké. Okay. Uitstekend. Nou, we zijn dat nieuwtje zetten we meteen even op de website, Hans. Dankjewel. Vorig seizoen zei ADO Den Haag wordt het. ADO heeft Verheid. Ja. Gouden zet dat ze die gehouden hebben. Dat is net zo'n gouden zet als Volendam vorig jaar met Muur heeft gedaan. Dus... promotie. Dat is niet helemaal gelukt. Jij bent zo'n vervelende gozer. En Jort van der Sander kan ook opgehaald worden, hè, bij NAC. Door ADO ook? Vind je wel... Ook door ADO? Ja. Haal hem er maar bij. Doe je gewoon volle bak mee om de tweede plek. Zo. Dus die voorspelling van vorig seizoen komt dan misschien alsnog een keer uit nu voor je. Pascal. Er sijpelt nu door, krijg ik net door, zonder dat ik de bron mag vellen, dat Henk de Jonge op pole position staat. Dus hij kan... op de fiets naar Breda. En zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie ga ik bekendmaken welke subtopper uit de Eredivisie en volle bak achter Koen Costons aan zit. Oh, zo. Nou, kijk er maar. Waarom zeg je dat nu eigenlijk niet? Nou, dat vinden ze bij AZ niet zo leuk. Hans, jij zei net al, ik ga de nieuwe club van Tjerny bekendmaken. We hebben een scherpe twitteraar, die weet het wel. Want Erwin zegt, Kraai gaat zo zeggen dat Tjerny naar Feyenoord moet. Gokje. Ja, nee, hij zegt het helemaal goed, Erwin. 14 goals, 11 assists. Feyenoord heeft vanaf de zijkanten een beetje een verfrissing nodig. Maar ook doelpunten en assists. En als je hem dus nu ziet dartelen, eigenlijk als een hele vrije rechtsbuiten... dan weet ik wel dat Wolfsburg hem wil, dat AZ hem wil. Maar ik zou het een speler vinden die perfect bij Feyenoord zou passen. En hij staat er volle bak voor open. Als ik Feyenoord was, dan zou ik... dat is wel een andere die ik nu ga vergelijken. Ik zou eerder een jongen om de hoek ophalen. Sven Meinans, die zou ik eerder om de hoek ophalen dan Van der Belt. Ik denk dat die eerder klaar is om in Feyenoord 1 te spelen dan Van der Belt. Maar dat is gewoon mijn gevoel. En Feyenoord heeft wel een paar dingen heel erg laten liggen in het verleden om de hoek. Jerdy Schouten, die speelde 500 meter verderop. Die was toen al verschrikkelijk goed. Ze hebben dat nu veranderd met Wiever. Dumfries hebben ze laten lopen. Ja, dit kunnen ze, eigenlijk kunnen ze Meinans niet laten lopen. Nou, het duurt eigenlijk gelukkig. Zouden die topclubs allemaal moeten bellen met Hans. Want Hans die ziet alles in die KKD op vrijdag, dat volg ik al. En hij heeft altijd spelers, pikt hij eruit van die pareltjes. Dus eigenlijk moet je gewoon een bureautje beginnen zo langzamerhand. Nee, Hans zit gewoon hier, hoor. Dus daar ben ik niet akkoord mee. Maar je komt elke keer... Is dat rendabel, ken je? Nou ja, je kan daar afspraken over maken met die clubs. Heb jij nog tijd? Ik heb direct wel even tijd. Alleen al aan dit balletje zie je dat hij een hele fijne techniek heeft. Ja. En ik zou, als ik PSV was, zou ik niet twijfelen. Volgens mij kost hij niks. Je kunt er geen bellen vallen. Nee, laat hem een jaar in de keukenkampioen-divisie meedoen met jong PSV. Laat hem meetrainen met het eerste. En binnen een jaar staat hij hangend linksbuiten in PSV 1. Huppakee. Dit is nou de ultieme nummer 10 voor FC Utrecht. Gratis even niks, Jordi, als je kijkt. Ja, die kijkt. Dani de Wit, dat is echt een Utrecht nummer 10. En Frans van Seumeren kijkt ook altijd, die ziet het ook. En anders geeft hij dit nu door aan Jordi. Hij is kansenvrij. Zouden al die Premier League clubs hele slechte of halfblinde scouts sturen naar Nederland? Hansko is toch voor bijna elke ploeg een 35, 40 miljoen waard? Oh, weet je waar ik zo moe van word? Dan gaan we even een onverwacht zijstapje. Ja, Jiménez. Ja. Word je er moe van? Niet van hem. Ik ook niet. Ik word zo moe van al die mensen die elke dag met een naam komen. Inter wil hem hebben, dan wil Atletico. En dan Real Madrid. Ja. En dan Arsenal. Ja, we weten wel dat hij goed is. Ik zie het wel.
En Feyenoord die reageert gewoon geweldig. Niet te koop in de winterstop. Nee. Wegwezen, stelletje mafkees allemaal. Die hou je niet voor 45 miljoen meer weg, hè? Nee. Dat is voorbij, nee, dat is klaar. Dat is voorbij in de Kuip. Dat is klaar. En als ik weggelost ben en ik scoor niet in deze wedstrijd, zou ik doodziek naar huis gaan. Als ik Simons ben en ik scoor niet, zou ik doodziek naar huis gaan. We hadden twee nummer 10, hè. Wijnaldum en Depay heeft dan wel gescoord. Als Wijnaldum zou ik ook doodziek naar huis gaan. Die hebben helemaal ook niet gezien. En Berghuis, Gakpo en Malen zou ik ook ziek naar huis gaan. Ja. Je moet doelpunten willen maken als je de hele eerste helft of de hele wedstrijd in en rond de 16 van een kleuterklas mag spelen. Malen, de oplossing is daar. Wij al 123 jaar hebben een probleem met rechtsbuiten. Maar hij speelt veel rechtsbuiten bij Dortmund. Hij speelt alles en gisteren weer gescoord. Ja, dus dat twee is opgelost. Assisten ook nog erbij. Dat is opgelost, ja. Ja, dat is opgelost. Mooi. Weghorst heeft ons natuurlijk bijna heel erg geholpen en verrast door die twee late goals tegen Argentinië. Maar die heeft volgens mij het laatste half jaar niet meer dan 2 of 3 goals gemaakt bij zijn club. Dat is alweer een eeuwigheid geleden bij Manchester United ook dat hij gescoord heeft. En in Duitsland volgens mij ook nog niet gescoord. Dus dat is heel verrassend. Maar dat geeft aan dat hij met een kapstok wil spelen. En ja, ik ga misschien van de hak op de tak, maar als je dan toch met een kapstok wilt spelen, dat heeft hij dan al in zijn hoofd gehad, dan had ik toch maar eventjes de stoute schoenen aangetrokken. Cappuccinootje met Luc de Jong? Dan had ik wel eventjes met mijn auto in de tuin gestaan, in die vijver, want hij heeft een vijver in zijn voortuin. Ja, nogal. Dat is met je rechter voorwiel in de vijver en dan gezegd tegen mevrouw de Jong, ik heb een prachtige bos bloemen voor u. En ik ga niet eerder hier weg dan dat Luc zegt dat hij eventjes ons twee wedstrijdjes helpt. Wout Weghorst heeft de vrouw van Luc de Jong heel erg blij gemaakt. Want we zitten niet meer achter Luc de Jong aan nu. Hij heeft heel veel monden weer gesnoerd. Nou. Maar het is, het is zo knap. Bij Emmen naar Heracles. Denken we van, nou, dat is de top. Van Heracles naar AZ. Denken we, dat is de top. Jast hij er gewoon 23, 24 in. Dan naar Wolfsburg. Daar gaat hij niet redden. Redt hij wel. Is dat zijn top? Nee, is niet zijn top. Manchester United. Hij heeft gewoon bij Manchester United gespeeld. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Dan komt het al goed. Ja, dankjewel. Dankjewel. Thanks. Ja, het komt helemaal goed met hem. Want we hebben gewoon voor de komende 8 à 10 jaar hebben wij de vaste linksback van het Nederlands elftal. De Vrij speelt. Eindelijk weer eens. Dat is dan een geluksvogel als het gaat om blessures van anderen. Ik vind hem helemaal geen geluksvogel. Ik vind hem een pechvogel. Ik vind hem sowieso de beste rechter, rechtsbenige, centrale verdediger die we hebben. Maar ik vind wel dat hij te laat de waardering heeft gekregen van deze bondscoach. Ja. Vlekken, Verbrugge, Bijlo, Noppert, Sillissen. Ik denk gewoon als Bijlo een keer een jaar gewoon blessurevrij blijft, dat hij met kop en schouders de beste is. En dan komt in één keer Sven Mislintat. En dat was altijd de talentspotter. Ik heb me erin verdiept van Dortmund. Want ze zijn bij Dortmund heel erg trots, en hij op zichzelf, dat hij Lewandowski en Aubameyang heeft gespot. Ik ken de mensen met een witte stok met rode strepen. Die hadden die twee ook kunnen spotten. Jij wil liever een Nederlander hebben op die positie, toch? Bij Ajax. Ja, want we hebben wel goede technisch directeur. Max Huibers heeft zich, ik weet niet of hij dat zou willen, maar dat is een geweldige technisch directeur. Jan Strooijer. Ook. Is een geweldige technisch directeur. En die is pas 71. Mo Allag heeft het overal goed gedaan. Van Nistelrooy neemt het zijn spelers kwalijk dat die hebben lopen terpentijnzeiken bij hun zaakwaarnemers. En de zaakwaarnemers die lopen dan, ja, zij hebben gewoon een lek. En ik vind het heel, 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 heel verschrikkelijk goed dat die is opgestapt. Ja. En alle mensen die zeggen van, ja, maar had hij dan niet even nog 5 dagen kunnen wachten, die snappen het niet. Je kan niet 5 dagen wachten als je gewoon het woord een dolk in je rug. Dan wacht je geen 5 seconden. Nee, dan moet je ook weer iedereen te woord staan vandaag. Wegwezen. Zeg je dat dan weer erbij. Niet meer met die gasten werken, want er lopen een paar achterbakse hondenkoppen bij daar. Zoals overal. Ik haal meer uit honkbaldata dan jullie dat doen. En goede voetbalmensen zullen meer uit voetbaldata halen dan dat ik dat doe. Dat moet je lachen, Hans. Nee, ik zit nog. Jij wil zeker zeggen dat data ondersteunend moet zijn, of niet? Ja, je ogen en je gevoel zeggen ook wel veel. Blijkt wel bij Ajax. Maar ik zit te lachen omdat ik... Je wordt boos. Ik zit nog steeds met een... Ja, ik word boos. Ja, ik zit nog steeds... Dat is alles. Robert, dan moet je eventjes niet boos worden. Wat moet Ajax doen om een kans te maken om Alex Kroes? Daar heb je niet... Ik heb in ieder geval een fles wijn gewonnen vandaag. Ik denk dat ik meer vragen over Ajax krijg dan over AZ.
Nou, we gaan nog door. We hebben nog drie kwartieren. Je bent altijd heel duidelijk, maar je was nu niet helemaal duidelijk wat zou Ajax moeten doen om Alex Kroes eerder binnen te halen. Ja, maar ik ben volgens mij wel duidelijk geweest. Antwoord geven op dat document waar zij om gevraagd hebben. Het gaat niet om geld, het gaat over heel iets anders. Over hoe ga je om met elkaar. Hoe je afspraken maakt. Ja, en hoe dat in details is, ja, dat is iets tussen ons. En ja. Als ze daar geen antwoord op geven. Is het ook goed, maar als ze op de stoep staan, mogen ze binnen voor een bak koffie met een appeltaart. Ja, maar Hans, ik ga hier helemaal niets zeggen wat Ajax zelf nog niet weet, hoor. Je zit niet voor niks naast Hans. Ja. Want vorige week was het ook tijd voor Goedemorgen Eredivisie. En toen ging het zo. Kijk maar even mee. Ik lees overal het plezier is terug bij Jong Oranje sinds Michael Reiziger er is en Erwin van der Looy weg is. Ik zie het een beetje als een gevalletje. De koning is dood, Erwin van der Looy. En lang leven de nieuwe koning. Maar laten we nou niet doen of Erwin van der Looy heeft er een klerenzooi van gemaakt. En nu is het plezier terug bij Michael Reiziger. Omdat we met een paar ballen erin schieten tegen Jong Gibraltar. Ik heb al die wedstrijden live gezien in de middag, 2 uur. En Moldavië, Georgië, Gibraltar. Dat zijn moeilijke wedstrijden. Ze hebben ook kansen gehad om... Kom op, hé. Dat zijn moeilijke wedstrijden. Als het gaat om de uitvoering. Ik heb Gibraltar uitgezien. Nee. Kom op, hé, Aad. Ja, maar dat is op het einde. Maar heb je Georgië gezien? Ja, Moldavië? Ik kijk alles. Ja. Dan zie je echt dat er een gedachte is van de jongens hoe zij voetballen samen. Dan zie je ook dat linies in elkaar overgaan. Ja, maar jij haalt twee dingen door elkaar. Ik heb ook gezien dat... Wat Erwin van der Looy te verwijten viel... Nee, maar gaan we praten over spelers, over linies. Heb je het gezien? Hoe staan ze achterin? Hoe staan ze op min? Noem de namen. Ik hoef de namen niet te noemen. Geen algemeenheden. Ik zeg het plezier was er bij Erwin van der Looy. Iedereen kwam. Je bent uitgeschakeld in Georgië door. Iedereen heeft het plezier teruggekregen. Naar huis gestuurd. En ik heb altijd het verwijt aan hem gemaakt. 4-2-2-2. En Michael heeft niet het plezier. Michael heeft niet het plezier teruggebracht, maar wel weer het 4-3-3. Het 4-3-3. Ja, de uitvoering. De goede spelers op de goede plaatsen zetten. Ja. Daar gaat het om als coach. Ja. Dat heeft Van der Looy niet gedaan. Dat zeg ik toch? Die is goed bij de radio, NPO 1. Daar kan hij mooi alles uitleggen. Maar ik ga hem verdedigen, omdat ik zie... Eindelijk zag ik... Hè, ik heb er ook een tweet aan gewijd. Hè. Ik zeg, dat is Nederlands voetbal. Wie speelt er op het middenveld? Weet je dat? Ja, daar heb ik ook een vraag zeg over. Dan, Ruben van Bommel zet jij op 10. Ja, maar en die proper dan? Wat denk je daarvan? Op 6? Ja. Maar Aad, het maakt mij niet uit dat jij mij aan wil vallen. Nee, ik val jou niet aan, maar jij valt hem aan. Ik val Michael helemaal niet aan. Tuurlijk wel. Ik zeg alleen van Erwin van der Looy, we moeten nou niet net gaan doen alsof nu in één keer het plezier terug is. Dat jullie en dat NAC, want jij bent ook een beetje NAC, dat jullie willen uitzoeken wie het geweest is. Daar gaat het mij op dit moment helemaal niet om. Nee. Er zijn er gewoon, wat jij zegt, een paar individuen die gewoon het woord kanker hebben gebruikt. En in mijn familie... Komt het voor? In jouw familie... iedereen krijgt er ooit vroeg of laat mee te maken. En ik ben helemaal niet... Maar als trainer heb ik ooit het woord op de training gehoord. Wat een kabel. Ik zeg, even hier komen. Ja. Maakt niet uit of je trainer van Juventus, Excelsior of Dordrecht of van Liene bent. Laat ik het woord nooit meer horen. Want iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken, dan heb je een groot probleem. Zo ouderwets om racistisch te zijn. Ja, dat is zo 1814. Nee, we hebben niet alles besproken. En dat vind ik echt wel een kwalijke zaak. Het is nou de 21... Ga je echt boos worden? Het is nou de 21ste keer dat Frank Nagel en ik Alexander Buettner hebben voorbereid. Ja. De vroege voorzet. En zou ik jou eens wat vertellen? Geen tijd voor. We gaan het vandaag weer niet doen. Straks misschien nog. Want we gaan helemaal kijken. Niet zien. Vanavond ga ik het gewoon doen. Ik gooi het er gewoon in vanavond. Dat doe ik boven even op de bank. Hier, daar komt heel wat. Nee, hier ga ik ze laten zien. Luisteren. Want ik ben nu echt teleurgesteld. Maar als je in Engeland een stadionverbod krijgt, dan wordt dat gewaarborgd, dan wordt dat gehandhaafd. Dan moet je je melden. En dat jongetje uit Weert, die gewoon die keeper aan Dimitrovic aanviel, die had al een stadionverbod. Ja. En was elke, dat is nu redelijk bekend, die was elke 2 weken was die gewoon, kon die gewoon naar het stadion. Dus je hebt een stadionverbod. En dan kunnen we heel stoer zijn. We geven iemand een stadionverbod voor het leven. Ja. Ik zeg niks vervelends over PSV, want je hebt dat allemaal niet in je eigen hand. Nee. Dan heb je een stadionverbod voor het leven. Volgende week ga je weer. Nee, maar goed, dat doe nou eens met z'n allen wat. Dat de wetgeving
KNVB, burgemeesters, clubs. Doe eens iets. Je kan wel allerlei dingen verzinnen. En stadionverboden. Een stadionverbod in Nederland is hetzelfde als niks. ESPN 1 voor iedereen. Dat is goed! Daar is op getraind. Hè? Daar is op getraind. Daar is op getraind. Kijk, ik heb hier, en ik vind het echt prachtig. Ik heb hier dat jasje. Ja? Kun je het nog één keer voor mij doen? Doe even het jasje aan. Ik heb hier een bakje. Kijk, lekker het heen en weer, joh. Met nee, je jasje. Nee, doe even aan. Nee, kom nee, op. Nee, doe het jasje niet. Doe het nee, even. Nee, doe ik echt niet. Hoe doe je dat? Nee, ja. Ja, het is wel een beweging natuurlijk. Hè. Het is niet even hup. Ja, blijf het even is, zitten. Het is hup. Het is een beetje een backhand. Hup. Ja, dat kan jij. Oh. Ja. Hup. Hartstikke leuk, Pascal. En dan aan het eind dan doe je dit natuurlijk. Oh, zoiets. Jezus Christus. Hier heb je op gestudeerd, hè? Voor de mensen, voor de één kijker die dit moment niet kent. Dat is wel een boze trainer. Dat was een boze trainer, Kraai. Bij Linde. En dit zagen we vanavond in Sittard. Ja. Julio Velasquez. Ja, net even minder, hè? Minder? Ja, even minder. Even minder. Waar zit het hem in, het verschil? Ja, er moet wel passie in zitten. Hebben we een bal hier? Nee. Mensen zouden zeggen, hup, je hoeft niet te duiken. Hup, hup. En dan rol ik hem uit naar jou en dan raak jij hem wel weer kwijt. Ja. Goed zo. We gaan zo meteen verder praten over al die wedstrijden. Want daar ben jij goed in, hè? De boel kwijtraken. Ik raak volledig alles kwijt. Met name de controle over deze uitzending, inderdaad. Dat kwam in één keer uit het niks. En hij zei... André Ooyen. Is een van je laatste daden, hè? Anders kom ik naar beneden. Komt er nu echt een einde aan zijn carrière, nee, of niet? Nee? Nee. Dik gaat gewoon door. Jij denkt ook nog niet aan stoppen? Nee, ik sta aan het begin. Ik zit in de bloei van mijn leven. Ja, dat is waar. Ik heb nog nooit zo goed naar mijn zin gehad. Nee. Straks in oktober, begin november, gaan de eerste trainers er weer uit. Met kriebelen. Neemt hij de telefoon weer op. Ja. Dik is onderweg. Maar ik bedoel, als je hier maar twee wedstrijden voor krijgt... Ja, dan ga ik met terugwerkende kracht nog in beroep tegen die schorsing die ik van 24 wedstrijden als speler van NAC heb gekregen. We gaan beginnen weer, toch? We gaan beginnen, ja. Ik hoor net dat het geen anderhalve minuut meer duurt. We gaan beginnen. Nee, even Hans. Laat maar Hans, ja, is het dan de rust? Of we gelijk doorgaan met 2-0. Precies. Ja, wacht maar even. Gaan we dan nu alleen de penalty nemen en dan weer naar binnen voor de rust? Of gaan we wel gewoon gelijk door dan? Ja, ik weet niet of jullie een scheidsrechter zien. Nee, maar jij staat binnen. Ja. 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 Maar de vierde man kwam net wel voorbij, zag ik. Ik gooi er een tackle uit. Nou, gooi die tackle eruit, Hans. Zet er. Mag ik één ding vragen? We gaan 2 minuten spelen nog? Ja, we gaan penalty nemen. Penalty nemen? En dan gaan we door en dan gaan we rusten. Oh, niet gewoon door? Nee, we moeten naar binnen. We moeten volgens protocol afmaken. Dankjewel. Ja, was het duidelijk voor jullie? Dat was hartstikke helder. Dat is inderdaad het protocol. Dat was niet slecht voor mij, hè? Nee, dat was een van je betere inbrengen. Op de middenstip stond de circusstand van Hans Klok. Dus we hebben al die spullen gezien, Robert en ik, van Hans Klok. Het is... welke camera? Mensen, laat je niet meer foppen door Hans Klok. Alles is nep. Want als je dus gewoon dat zwaard doorheen steekt... en Freesia zit aan de andere kant. Robert en ik hebben gezien hoe dat werkt. Het zwaard gaat erin. Er zit dan een... knik in dat zwaard en dan nog één keer. Alles is nep bij Hans Klok. Alles is bij Hans Klok nep, bij ons anders alles echt, hè? Zo is het. Iemand heeft volgens mij zijn telefoon aanstaan. Meestal zou je denken dat de gast is die te gasten zijn, maar bijna altijd is het Hans. Ja, hè? Het is weer zover, hè? Hans Nijland. Hoe vaak moeten we je nou nog uitleggen dat je hem op vliegtuigmodus moet zetten, Hans? En dan mag je straks het sms'je citeren. Dit kan alleen maar bij FC Linde. Ja, Erik de Kruij, ja, geweldig. Prachtig. Als je het niet leuk vindt, knip het eruit. Ja, knip. Ik ben er best wel een beetje trots op. Het is meer dan 30 jaar geleden. En dat je dan toch iets hebt betekend voor sommige mensen in Brighton. Het is eigenlijk wel de mooiste voetbaltijd van mijn leven geweest. Ik heb me daar heel goed gedragen. Ik ben er alleen binnen 2 weken getrouwd. Ja, vertel even. Ja, maar de stappen daar was prima, toch? Of niet? Ja, wij hadden Frank Worthington, na George Best, de grootste playboy van het Engels voetbal ooit. En hij kende alle popsterren. Mick Jagger kwam bij hem thuis, Rod Stewart kwam bij hem thuis. En ik was zijn beste vriend daar al die tijd.
Grotendeels had hij ook zijn rijbewijs niet, dus ik moest hem ook wel vaak ophalen en terugbrengen. Maar toen zijn we een avondje gaan stappen met Mick Jagger, dat kon toen nog, in de nachtclub Woody's. 66 mensen om Mick Jagger heen, 57 om Frank Worthington heen, helemaal niemand om mij heen. Ik heb de hele avond een beetje als ober gefungeerd. Maar je kon als kruimeldief toch wel erachteraan, of niet? Ja, dat wel. Ik hoor hier ook een soort ervaring, hoor. Goeie dus op een gegeven moment, neemt Mick Jagger de allermooiste mee en die Frank Worthington de ena mooiste. En ik loop erachteraan en vlak bij de deur zegt Mick Jagger tegen mij, Crazy Hands. You take this one. Dat was er eentje met roze haar, met een pukkel op de neus zo groot als een wedstrijdbal en een buitenboordbeugel. Maar daar heb ik me uitstekend mee vermaakt. Maar kom je is nog... Is dat je eerste vrouw geworden toen uiteindelijk? Nee, dat was de serveerster uit Woody's. Oké. Oh, ja. Kijk, waar ligt... Ontzettend lieve vrouw. Ja. Ik heb echt de moeder van mijn dochter, Mel. Hans, zit je nou te appen tijdens de uitzending? Nee, mijn dochter die stuurt me van een goede morgen, pa. Ik zit in Wales, zit ik naar Goedemorgen Eredivisie te kijken. Nou, wat gezellig. En is ze tevreden? Ja, ze vindt... Ze zegt van... Die Pascal Boschart heb ik nog nooit in een kostuum gezien. Meneer Ligand. Ja, die zit gewoon in Cardiff, hè, mijn dochter. Je moet je soms ook kleden naar je leeftijd, hè? Dat heeft je vrouw gezegd. Vind je het mooi of niet? Ik vind het een ondeugend kostuumpje. Man. Deze man ademt, drinkt, slaapt. En ook ondeugende dingen die hij wel eens doet. Alleen maar in de ban van Heracles. Kan je dat vertalen even? Dat laatste, een van die punten die je opnoemde, die heb ik wel een beetje van jou geleerd. Ja, gisteravond stapte hij de beurs uit. Toen dacht ik, nou, dat gaat misschien ook nog niet zo heel erg soepel. Maar wellicht is dat vertekend beeld en loopt hij eigenlijk gewoon altijd zo een beurs uit. Pascal, ik heb heel veel goede verslaggevers en presentatoren meegemaakt. Niet hier aan tafel, maar op locatie. Maar ik heb nog nooit iemand meegemaakt die kijkt hoe iemand de bus uitstapt. Ja, hey, maar dat is Pascal, jongen. Oog voor detail. Maar dat is van... Maar hoe, ja, maar precies, kan je voor... oog voor detail en het is van wezenlijk belang. En kan je enigszins vertellen hoe die dan de bus uitkwam? Nou ja, een beetje zo... Een beetje zo moeilijk. Met de slag is stappen weer, ja, naar beneden, zeg maar. Ja, hij loopt een beetje als onze bijna 50-jarige eindredacteur Heer Kordijsma nadat hij 6 uur gepadeld heeft. Ja, nog steeds denkt dat hij 24 is. Die loopt ook altijd met de slag is weer. Zoiets is het, ja. Goed. Ja. Nou ja, wat maakt het ook wel heel erg uit. Ja, dat is het inderdaad. Precies wat je zegt, Hans, met de slag in zijn wiel. Ja. Ja. Hoe laat komen die paaldansers? Dat laatste zou ik echt niet weten, Hans, want daar ben ik niet van. En hier om mij heen zie ik eigenlijk alleen Griekse fans. Het is verschrikkelijk, het is afschuwelijk. Ik hoor ook steeds meer de afgelopen 10 minuten aan de andere kant dan waar jullie staan. Louis van Gaal moet terug, Louis. Nou ja, terug naar jullie. Het is afgelopen. Klaar, over uit.